In Kontich was het voor het team van Gert Degenaars toch wel even opletten geblazen met de komst van de andere promovendus Putze. Deze laatste is een lekker ballende ploeg en heeft niets te verliezen op deze speeldag 1. Ze gaan goed mee, we gaan naar een 3-3. Het blijft een gelijkopgaande wedstrijd en zo zien we lekker uit de pols Mardesson met de 6 tegen 6. Beide teams scoren beurtelings en zo zien we de bezoekers de laatste van de eerste helft voor hun rekening nemen en mogen zij alvast naar de kleedkamer met de minimale voorsprong. Het staat 9 tegen 10. Werk aan de winkel voor de thuisploeg, al lijkt het team van Jelle de Laat niet meteen onder de indruk en blijven ze de weg naar de korf vinden. Het staat 14-14. Dan schakelen ze bij de thuisploeg een versnelling hoger, een die ze bij Putsen niet meteen kunnen volgen. En zo gaan we naar een driepuntenkloof, het staat 18-15. Wedstrijd gespeeld denken we dan, maar Putsen is een ploeg die ook de korf weet te vinden en komen terug. De aansluitingstreffer, de 21-20. Terugkomen van een achterstand kost krachten en dat ondervinden ze nu ook bij Putsen, waar voorwaarts nog wel wat kruid achter de hand heeft. En zo trekken zij op speeldag 1 de eerste winst binnen. Voorwaarts versus Putsen met een eindscore van 25-22. Wow, ik denk eerste helft gebrekkig in de afwerking en verdedigend niet scherp genoeg, een aantal dingen die we laten liggen. Eerste helft laten we een penalty liggen, laten we open inlopers liggen. Ja, en dan maakte maar 9 goals voor de rust en dat is natuurlijk veel te weinig. Ten meer omdat we in de voorbereiding echt boven de 25 speelden elke keer. En dan staan we met de rust 1 goal voor. En dat proberen we dan mee te nemen naar de tweede time. Maar dan zijn zij toch sterk uit de kleedkamer gekomen, zijn ze vlotter beginnen scoren. Hebben wij 10 minuten moeilijk gehad, hebben ze de kloof gemaakt. Hebben wij vanaf dan blijven achtervolgen. Zijn we terug op 1 goal gekomen en vanaf dan hebben ze terug even een sterk moment gehad. Hebben ze sterk geschoten en dan was het eigenlijk gebeurd. Hebben we blijven vechten, maar ja, het was gebeurd.